Hey, mijn naam is Tommy. Ik kom uit Nederland. En ik had nog helemaal geen introfilmpje, dus ik dacht ik maak er nu even een. Ik ben inmiddels in Rome. Ik ben net bij het Colosseum geweest. Super vet. Maar laten we even beginnen bij het begin. In Nederland. Ik ben in Münster en ik heb maar een bus besteld, een Flixbus. Ja, ik dacht dan hoef ik en geen hotel te boeken, dan kan ik gewoon lekker in de bus slapen. En ik ben gelijk vet ver. Dan kan ik vanaf daar misschien wel door naar Rome toe. Ik heb echt super veel ondergoed meegenomen. Dat is wel chill, want ik hoef dus maar eigenlijk maar één keer te wassen. Ik heb vier polo's mee, ruien, broeken. Dus die moeten wel gewassen worden, maar ik vind het niet zo erg op vakantie om die twee of drie keer aan te doen. Ik zit lekker in mijn vel en dat is toch de reden waarom ik op vakantie ga. Toch om even tussenuit te gaan, voor mij in ieder geval wel. Dus ik ben benieuwd over 2 weken, dan is die big smile weer op mijn face. Oké, doei. Dan denk je af en toe van het lijkt alsof ik in een heel ander land loop. Maar dat doe je natuurlijk ook gewoon. Heel veel dingen zijn heel anders. Je, voor mijn gevoel heb je echt overal een hostel en een hotel. Maar dat is misschien ook omdat ik daar nu nog een beetje op let of zo. Echt om de 10 meter zitten mensen te bedelen om geld. In groepen ook echt. Bizar joh. In Nederland hebben we het ook wel, maar wel veel minder voor mijn gevoel. Ik ben benieuwd wie mijn vriendjes worden als huisgenoten. Kijken of ze ook van een potje bier houden. Lijkt me wel lachen. Ja, we zijn dus uit geweest. En op naar Rome. Fuck vet toch, Rome? Ja, vind ik wel. Vind je zo lachen? Een kommetje eronder. Nou, mooi ben jong. Weg gewoon in Rome. Ja, dat is nog geschiedenis. Right, ik weet niet of jullie Water en Vuur nog kunnen kennen van vroeger, maar dit is waar je dat speelt. Dit is Water en Vuur 2.0. Kijk. Fucking vet toch dit jongens, come on. Heel nice. Ik was dus net natuurlijk in het Colosseum. Het schijnt zo te zijn dat er 4.000 à 25.000 bezoekers per dag zijn. Dat willen ze naar 6.000 brengen, omdat het gewoon te veel zijn. Dus doe daarmee wat je wil. Wat ik zo bizar vind is dat, ik was net bijvoorbeeld in de supermarkt. Dan merk je gewoon zoveel verschillen. Bijvoorbeeld in Nederland, dan kom je in de supermarkt en er gaat iets verkeerd. Maar het eerste wat je doet is je gaat naar de servicebalie. En dat hebben ze daar helemaal niet. Dus iedereen moet wachten. Je komt een gigantisch grote rij. Nou, dan ben je zo een kwartier of 20 minuten verder. Het is bij ons een stukje beter geregeld. Kijk, wat Rome dus te bieden heeft, ik wist het dus eerst helemaal niet. Kijk, om heel eerlijk te zijn, dacht ik, Rome, weet je, vet. Toen ik gisteren aankwam, ik vind het echt tof. Met die monumenten, maar het is, dat is het dan ofzo. Ik zou hier niet willen wonen. Want je hebt gewoon al die toeristen en je wordt gewoon helemaal gek. Waar ik dus achter kwam, wat ik dus helemaal niet wist. Ze hebben dus gewoon een aantal parken waar je dus gewoon echt helemaal tot rust kunt komen. Dus ja, ik ben nu vlak bij zo'n park. Ik kan hier, kan ik er soort van doorheen. Dus dat is chill. Ik ben nu dus in zo'n park, zo even kort even dit is dan een vlakte. Het is gewoon heel groot en het vette is dat je dus gewoon straks loopt gewoon echt weer Rome binnen. Nou, ik ben wel blij. Hebben jullie trouwens allemaal Major Tommy geliked? Oké. Wel doen hè. Super chill weer vandaag. Ik ga naar Vaticaanstad. Ze doen hier alles bij auto, scooter of de metro. Onder Rome heb je gewoon een dikke metrolijn lopen. Dus ik ga met de metro. Voor €1,50 koop je een kaartje, een ticket. En daar kun je dan 1 uur lang mee reizen. Best schappelijk toch? Als je het vergelijkt met de NS, dan kunnen wij daar nog wel wat van leren. Ik ben nu in het museum. We gaan naar boven, ik ben erg benieuwd. €16 trouwens. Als je wil gaan, €16. Ik kom net uit het museum. Ik wilde net ook naar de Holy Door,
echt zo druk, joh. Je komt er echt niet naar binnen. Museum wil ik niet te veel over kwijt. Ik vond het super vet. Je hebt van die muurschilderingen. Die gigantisch grote, weet je wel. Die echt een verhaal vertellen uit de Bijbel van de Ark van Noach. Weet je wel. Die dan met zijn familie op de boot gaan. En dan van ieder dier twee meenemen. Nou, we kennen allemaal het verhaal wel. Dat vond ik super vet. En je mag dan niet die muren aanraken. Dat vind ik dan leuk om dan juist wel te doen. Wat ik iets minder vet vond. Was je had een paar schilderijen en stambeelden. Die, waar dan alleen maar bij stond van ja, dit is gerestaureerd. En mede mogelijk gemaakt door die en die sinds 2000 zoveel of 1900 zoveel. Dus er staat er niet echt heel veel informatie. Is er niet echt heel veel informatie beschikbaar over dat kunstwerk zelf. En dat vond ik dan wel jammer en zonde. Dan denk ik van ja, ik ben er om het juist hier te leren. Ik sta in een plas water. Maar goed. Dus dat vond ik ervan. Ik zou je wel aanraden om als je in Rome bent, ga wel naar het museum toe. En dan sluiten we Rome af. Zo. Het is 7 uur 's ochtends. Ik ben in Milaan. En het is fucking koud, jongen. Niet normaal. In Rome was het echt like 16 graden of zo. Met zon. Ik denk sowieso wel 10 graden kouder. Dat merk je wel direct. En de zon is weg en het is ochtend. Dus dan is het ook gelijk een stuk kouder. La 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 la. Ik denk van alle lifters wereldwijd, eigenlijk weet ik het wel zeker, ben ik de meest lakse. Ik heb echt super veel bussen gepakt. Dat kost dan een paar tientjes en dan denk je van ja, nou ja, waarom zou ik een paar uur gaan wachten als ik ook gewoon de bus kan pakken. Maar goed, uiteindelijk heb ik wel meer gezien dan jij in de afgelopen paar dagen. Ik ben nu in Milaan. Ik ben er wel klaar mee, ben kapot joh. Ik snak met mijn eigen bed. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bye!